Ja, we staan hier bij Louise na de legendarische kerstcross in Brussel. Hoe ging het vandaag, Louise? Ja, niet zo goed, hè. Het gevoel was slecht. Ik had geen kracht. Ik moest van in het begin echt zoveel moeite doen. Het was echt aftellen vandaag, maar goed, ja, na vorige week kan ik dat wel misschien snel vergeten. Ja, een beetje een kater na stevig een bier te vloggen te hebben na het EK Cross? Nee, ik heb, denk het toch niet, maar nee, het is gewoon een heel zware week geweest. Zo. Heel veel emoties en ja, sowieso is deze periode voor mij al niet gemakkelijk, zonder alleen met dat mijn papa er niet is. En ja, dat is gewoon enorm zwaar en dat heeft blijkbaar echt wel een grote weerslag op het fysieke ook. Maar ja, ik ga dat gewoon even laten bezinken en allee, ik kan vooral met een goed gevoel naar vorige week terugkijken en ik probeer dat te onthouden dan. Wat is er nog deze winter? De Cross Cup winnen, misschien indoor? Ja, indoor ga ik toch overslaan, maar ja, de Cross Cup wil ik wel uitdoen. Ik ga 16 januari ook nog een cross in Belfast doen. Maar we gaan eigenlijk vanaf januari vooral op training weer de basis leggen voor de zomer. Dus het hoogtepunt van het winterseizoen is voorbij, maar ik doe wel nog de crossen, zeker omdat ik daar sterker van word. En dan, dan is het eigenlijk al vrij snel het zomerseizoen, dus ja, ik heb daar ook wel zin in. Niet geheel onbelangrijk, en dat is misschien veel mensen ontgaan gezien het EK Cross. Je bent ook geplaatst voor de Olympische Spelen en dat zelf zonder nog een keer extra te lopen. Verandert dat iets aan de planning van de zomer? Nee, eigenlijk niet. Ik ga zoals gepland in april naar Flagstaff op stage om dan een 1 mei in Stanford te lopen. En daar wil ik gewoon een snelle 5 lopen. Het was de bedoeling om daar mijn limiet te lopen. Maar goed, ik wil sowieso sneller lopen nog dan 15-20 om echt zoiets te kunnen gaan doen op de Olympische Spelen. Dus, maar het geeft wel rust dat ik die limiet heb. Als het niet onmiddellijk lukt, moet ik niet panikeren. Maar op zich aan onze planning gaan we niks veranderen. Nog twee vragen. Ten eerste, heb je eindelijk al een rosse kerel gevonden? Ik denk met een EK-titel moet je toch iets in de pap te brokken hebben, of niet? Nee, dat is eigenlijk vrij teleurstellend. Ja, nee. Trieste, hè? Ja, wat doe je eraan? Dan gaan we alsnog in het bier moeten vliegen, Louise. Laatste vraag. Wie is de tofste kerel van Leuven City? Steven Pauls. Is het goed? Ik vind dat mooi om je af te ronden. Veel succes nog, Louise. En bedankt om toch naar Brussel te komen. Ondanks alles en zo. Goed, de groeten. Ja, de groetjes terug. Ja.